niet. Maar mijn Adele is dus wel een stuk. Ja, schat, ik kom zo. De school-tv-gids staat weer boordevol begeleidend materiaal. Met leuke lessuggesties bij de programma's Sepp, Nieuws uit de Natuur, Liedmachine, Delfstoffen in Nederland, Op zoek naar David, Songmachine, School-tv-weekjournaal, Vakkenwijzer 7-8 en Het Liefdespaleis. Verleidelijk materiaal verkrijgbaar bij Teliac NOT. Bel nu 0900 1344 of bezoek ons op de internetsite. Geparafeerd, ondertekend door alle degenen die mee te maken hebben toen wij het in het college kregen. En we hebben dus niet om redenen van het besluit zelf, nee. Maar om het verschil van inzicht tussen de commissaris en het college niet etaleren. Maar het gekke is, de commissaris had helemaal geen behoefte aan die vertrouwelijkheid. Nee. De commissaris heb ik de afgelopen dagen een paar keer horen verklaren van ja, dat wilde de gedeputeerde, maar ik vond het helemaal niet erg als duidelijk zou worden dat ik er anders over dacht. Terwijl u haar wilde beschermen om haar positie niet in gevaar te brengen. Dat klopt. Maar hoe ligt die verhouding dan in zo'n college? Nee, die verhoudingen waren van die aard dat wij zorgvuldig met onze commissaris om wilden gaan. Zorgvuldiger dan zij zelf wilde? Nee, want zij heeft zich niet verzet tegen de vertrouwelijkheid. Jawel, dat heeft ze diverse keer uitgesproken de afgelopen dagen. Tegen het besluit, zeg maar. En als je een besluit neemt, dan praat je met elkaar, moet het wel of niet vertrouwelijk zijn. We hebben gekozen voor vertrouwelijkheid. Zij ook? En dit is de reden voor GS geweest. Zij ook? Ik kan me van haar daar geen uitspraken van herinneren. Zij zegt zelf van niet. Nou, wat ze wel of niet gezegd heeft, dat weet ik dus niet. Wat ik wel weet is dat we unaniem als college het verstandig vonden om dit verschil van inzicht niet te etaleren. Nee, niet unaniem. Dat klopt dus niet. Want zij zegt... Ik zeg als gedeputeerde unaniem. Ja, ik dacht dat u college zei. Nee. Dat is gedeputeerde. De gedeputeerden waren unaniem en de gedeputeerden samen nemen dan zo'n besluit voor de commissaris die eigenlijk de baas is. Nee, die is niet de baas. Nee, dat denken wij altijd. Hè? Zij is voorzitter van de Provinciale Staten en zij is voorzitter van Gedeputeerde Staten en zij is onderdeel van Gedeputeerde Staten. Ze heeft verschillende rollen en als er een besluit genomen is, is zij ook verantwoordelijk voor het besluit, net als wij dat zijn. Maar dit was dus de reden en daarom, en dat stond in het rapport, wordt gesuggereerd dat wij dit aan de waarneming van de Staten wilden onttrekken. Dat is absoluut onjuist. Hebben we gisteren ook aangetoond, want in december, 2 maanden erna...